die dan dat ook weer in de biecht dan uitvindt van ja, ja, toen ging het net. Ja, precies, ja, dat handje. Wacht, we gaan er even naar kijken. En de eerste keer, oh, was ik alleen vergeten om de maaier naar beneden te zetten. Ja, te overgeten, ja. Ja. Welkom bij een nieuwe Top 5 Hints met... Klaas van Kruijsten! Hey, nou, ja. Je had het al gezien in de intro. Want... Mooie intro, hey. Had je hem gezien de vorige aflevering, de hints? Ja, ja, wel dat je een hint in had stopt, maar eerlijk gezegd vond ik hem zo ingewikkeld dat ik dacht van, doet hij nou mij? Of... Ja, maar, ben ik er wel volgende week überhaupt? Ja, maar dus wel, ja. En wat ja. Supergezellig. Nou, leuk jongens. Leuk dat jullie er ook zijn. Ja, ik hoop het. En napraten over de uitzending. Ja, want we hebben echt superveel hints en aanwijzingen weer. Heb je zelf al een beetje online gekeken? Ik neem aan dat je de aflevering hebt gekeken. Ik heb de aflevering gekeken en ik heb besloten om even online even te laten. Ja. En gewoon eens even te kijken van nou, wat komt er nou boven duiken? En misschien kun jij wat theorieën zo tegen me aanhouden. En dan kan ik zeggen van als oud mol van nee, dat doen ze echt niet. Ik kan echt niet of, hoor. Dat doen ze echt wel. Ik vond het wel weer een leuke aflevering. Ja? Wat vond je er leuk aan? Het was spannend, sowieso. Ja. Ik bedoel, die kelderman, echt fantastisch. Ja. En dat ze dan... Die poppen en de mensen. Dat je dus eerst de poppen hebt. Ja. En dat is dan weer zo'n heerlijke Wie is de Mol twist natuurlijk. Eerst de poppen, vervolgens komen de andere kandidaten die het spel dan echt moeten gaan spelen. Ja, ja. Althans, het is natuurlijk al begonnen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dan ineens zijn het echte mensen. Dat is toch een mooie twist, of niet? Fantastisch. Oh, ik zat te kijken en je zag zo die camera zo naar die mannen gaan die aan het kaart waren. En je zag ze bewegen en ik had echt... Kippenvel. Ja, ja, echt overal. Ja, een mooi moment. Heel vet. Ja, het is gewoon Wie is de Mol puur zang eigenlijk. Ja. Sowieso vind ik het echt een fantastisch seizoen. De manier waarop ze het in beeld hebben gebracht. Hoe ze eigenlijk Amerika aan ons verkopen. Hoe, je wilt er gewoon naar naartoe of niet al? Ja. Theorieën. Ja, want voor de duidelijkheid. Klaas heeft dus vorig jaar meegedaan. Was de Mol. Dus jij gaat ook denk ik alles een beetje vanuit een mol perspectief bekijken. Tenminste, doe je dat? Ik zeg dat nu wel. Maar doe je dat überhaupt? Of? Nou ja, ik probeer wel te kijken, ook een beetje vanuit de makerskant, van hey, zie ik nou dingen die mij echt opvallen? Ja. Maar het is best subtiel dit jaar. Ja, of ik zie het gewoon niet, dat kan natuurlijk ook. Maar er zijn wel bepaalde dingen waarvan ik denk, oh ja, nee, dit. Maar dat is het hele ding met Wie is de Mol. Ja. Je doet dus dit, hè, precies wat ik net zei, dat ja, dit. En vervolgens in je hoofd denk je, maar het kan ook andersom zijn. Het kan iets anders zijn, ja. Jochem is daar een goed voorbeeld van. Ja, nou ja, wij hebben zo net, we zaten even wat te drinken beneden en we hebben echt al een beetje een discussie erover gehad. En... Ja. Jochem wel of niet de mol, hè? Jij denkt van nou, hij zou hem heel goed kunnen zijn. Ja, hij komt wel terug in de hints trouwens vandaag. Oké, nou anders gaan we het aan de hand van de hints gewoon doen. Gaan we gewoon beginnen met de eerste. Oké, tip nummer 5 en dat gaat eigenlijk over Jochem die geen mollenstreek doet. Volgens mij de primeur in de serie dat hij niet aan het mollen is. Hate to say, I told you so! Maar hij zegt bij de opdracht dat ze gaan maaien. Jullie gaan trouwens hier het fragment zien. Dan zegt hij dat ze het woord eigenlijk moeten zorgen dat er meerdere delen in het woord zitten. Dat als zij niet het hele woord kunnen maken van 10 letters, dat ze dan alsnog punten krijgen voor 8 letters of voor 7 letters en 6. Ja. Maar hier zien jullie even het fragment. Het zou mooi zijn als we een woord kiezen wat 10 lang is, maar wat ook nog steeds een woord is als het 8 lang is. Als het dan niet lukt, kan je nog een korte woord hebben. Dus... Ja, dit is niet iets wat een mol zou doen volgens mij. Absoluut niet. Dat is niet handig, want dan zou je eerder iets kiezen wat... maar één ding kan betekenen en waarvan je hoopt dat er misschien een spelfout wordt gemaakt. Ja, precies. Want sowieso vond ik dat best heel raar gaan, hè? Want ze gingen allemaal door elkaar heen met doe jij de eerste en de derde en de tweede. Ah ja, met het maaien bedoel je? Ja. De uitvoering was echt heel sloppy. Slecht, ja. Maar goed, ze kregen het wel van elkaar. Aan het eind wat discussie, hè, over de letters. Maar voor mij was dit een duidelijk moment dat ik dacht van hey, Jochem is hier gewoon enthousiast aan het mollen. Als nepmol. Ja. En doet dat volgens mij fantastisch. Dus een hele goede kandidaat. Die denk ik in het spel ook best wel wat, wat verdenkingen op zich heeft gelaten. Ja, zeker. Dus ik vond het echt een kandidatenstreek. Dat je gewoon, tenminste streek, een kandidaten... Hoe zeg je dat? Actie. Ja, een kandidatenactie. Ja. Gewoon iets doen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dit zijn sowieso best ingewikkelde opdrachten voor een mol ook. Omdat iedereen... erbij betrokken is en dat je het redelijk direct kan controleren wie wat gedaan heeft, daar wordt de mol meestal niet heel erg gelukkig van. Nee. Want ja, wat moet je dan? Hè? Ik bedoel, de eerste opdracht van de mol is natuurlijk
niet ontdekt worden. Ja. Dus ja, dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, in zo'n situatie denk ik dat de mol toch denkt van, nou ja, ik wacht een beetje af en als ik ergens een kans zie, dan grijp ik hem. Maar niet, niet too obvious. Nee, ja, want wat ik ook heel erg interessant vond aan de opdracht is dat ze konden zien dat de mensen aan het maaien waren. Ja. En dat is volgens mij iets wat niet heel vaak terugkomt in de opdracht. Dus normaal is het altijd dat je achteraf komt. Dus van, oh, wat zit erin? Of je komt met een helikopter langs. Of weet ik veel, hoe spectaculair, hoe beter. Maar nu konden ze echt daadwerkelijk zien hoe iedereen reed. Bij zo'n opdracht als deze is het natuurlijk belangrijk dat je skills hebt. Je moet natuurlijk wel weten hoe zo'n, zo'n tractor werkt en hoe je met die energie... Je zag ik wel dat er wat problemen mee waren. Ja, daar komen we nog op terug. Oh, oké. Okay. Met Jochem. Ja, inderdaad, dat was wel een puntje van aandacht. Dus ja, ik denk dat als mol hoop je natuurlijk sowieso dat iemand daar ongelooflijk de mist in gaat. Ja, en dat ding gewoon aan één streep gewoon een hele lange I maakt. Of vergeet ze maar naar beneden te doen, hè? Ja, kan ook. Ik zeg niet. Tip nummer 4. En dat gaat over onder de grond. En daar ben jij waarschijnlijk wel bekend mee. Want in de opdracht waar we het al eerder over hadden, gingen ze onder de grond. En was er eigenlijk wel een grote discussie, zowel online als bij Moltalk, over of het nou beter is om onder de grond te zitten of juist de aanwijzingen te doen. Want voor beide posities is er een aanwijzing. Voor onder de grond is het als een mol onder de grond, zou de hint zijn. Alleen voor de aanwijzingen is het natuurlijk ook wel redelijk makkelijk om te mollen. Dus... Ik heb gewoon het land afgereisd om de mol van vorig jaar te vinden. Om deze vraag te stellen, waar zou jij liever staan? Want in Moltalk zeggen ze allemaal onder de grond. Want dan kan je makkelijk een envelop mee jatten. Maar die snap ik niet helemaal. Want als je bij 7 enveloppen komt en je komt op... Hey jongens, ik heb nog een envelop. Oh, er zit min geld in. Ja, nee, dat wordt heel lastig. Ik denk zelf dat het heel fijn is om toch bij die aanwijzing te zitten. Ja. Maar ook deze was best gecompliceerd, omdat je wel met 2 mensen op stap gaat. Dat is waar. Wat mij opviel is dat Thomas de eerste was die zijn vinger omhoog stak. Toen er gevraagd werd wie kan goed dingen onthouden. Hè? Of ik weet niet precies hoe Art het formuleerde. Ja, klopt. Ja. Hij was gelijk de eerste, Sanne gelijk daarna. Vervolgens gingen zij met hun tweeën daar naar beneden. En hij liet vooral Sanne een beetje begaan. Ja, klopt. Ja, ja, ze pakte een linker en een rechterkant. Ja, Sanne deed daar ook wel rare dingen, moet ik heel eerlijk zeggen. Stel nou dat de mol Sanne is en zij weet dat die poppen vervangen worden door echte mensen. Ja. Dan is het natuurlijk interessant om te zeggen, je moet die envelop hebben onder de harte 2. Ja, precies. Ja, dat had ze inderdaad gezegd. Het was heel sneaky, want vervolgens gaan die echte mensen natuurlijk kaart spelen. Harte 2 weg. Overigens, harte 2. Hey. Komen we ook nog op terug. Ja, daar is hij weer. Maar jij zou dus als mol zijn, stel je zou in dit jaar zitten, waar zou je dan gezeten hebben? Dan had ik het liefst even de route bekeken en daarna de instructies gegeven. Ja. Omdat de kans toch vrij groot is dat er wel iets mis wordt gegrepen. Ja, toch? Zeker als je weet dat je medekandidaten vervolgens in het donker op zoek moeten naar iets waarbij de situatie toch nog een beetje veranderd is, omdat er... En ik het leven ermee. Ja, zeker. Ja, want dat gebeurde er ook. Thomas die gaf een verkeerde. Die wees een verkeerde envelop aan. Tenminste, die zei: je moest volgens mij de rechter pakken uit mijn hoofd. Maar het was uiteindelijk toch de linker. En het was heel subtiel. Heel snel kwam het langs in de aflevering. Ik laat het hier wel even zien. Oké. Okay. In ieder geval kom je op een gegeven moment bij een slagerijachtige situatie. Waar vleesdingen hangen en daar liggen ook weer 2 enveloppen. En daar neem je op de tafel de rechter envelop. Gehoord. Ja, daar zie je toch wel dat hij wel echt degelijk een foute envelop. En is dat dan toeval of denk jij dat er iets meer achter zit? voor mijn gevoel is het wel een beetje Thomas' trademark aan het worden dat hij af en toe heel subtiel, echt alsof hij zo'n heel puntig zwaardje heeft en dan zo haplup. Even in dat zie je bij, dat zag je bij de vorige aflevering ook met het veilen, dat hij dan gewoon... eigenlijk iedereen toch stiekem aan het ophitsen is. En dat doet hij dan als hij... Zo, dat handje van hem, hè? Ja. En iedereen was helemaal gek. En hij denkt, mooi, kassa. Dus weet je, dat zijn wel... Ik hoop ergens dat hij de mol is, want dat zou ik wel fantastisch vinden. Want heeft hij het echt onwijs goed gedaan. Ja. Want dit zijn hele subtiele dingen, waardoor niemand eigenlijk echt aan hem denkt. Het is niet van, hey, wat doe je nou? Nee, het vloept er gewoon uit. Ja. En in de veelheid van Sanne's gepraat, gaat dat makkelijk mee. Ja. Want die is heel erg dominant, maar die mist zelf ook nog wel eens wat. Maar goed, Sanne, die had toch ook wel een hele duidelijke, ook met die... Ik weet het niet. Lastig, hè? Ja. Lastig. Dan nu hint nummer 3. En dat gaat over de titel Wijzer Worden? Ja. Vraagteken.
Denk je dat ze gewoon toevallig de titel aan het typen waren en het vraagteken gewoon vergeten zijn? Of denk je dat het voor een reden staat? Ja, dat is heel lastig. Dat is, ook dit is weer Wie is de Mol Pusang natuurlijk, dat je meerdere kanten op kan met zo'n titel. Waar werd je nou echt wijzer van? Mm-hmm. Nou, misschien wel door het geven van de instructies onder de grond. Want, dat is waar, ja. Zonder die instructies, dan kun je niks beginnen. Ja. Dus dan zou je zeggen, maar de vraag is, word je er dan wijzer van? Ja. Want, ja, en dat is dus denk ik ook een beetje het ding, is dat ze wel... Het was een grapje of ze toevallig een vraagteken hebben gedaan. Natuurlijk, er wordt gewoon heel goed over nagedacht. En daarom denk ik dat je ook wel... Ja, die vraagteken, daar moet je wel echt iets mee doen. En daarom denk ik dat het een beetje een schijnwijzer worden is. En met schijnwijzer worden bedoel ik van... Wijzer worden, word je wel wijzer? En iemand zei online dat dat misschien wel te maken heeft met je scherm zien. De kleur, groen of rood. Want we hadden natuurlijk, Emmanuel mocht twee mensen kiezen die niet hun scherm hoefden te zien. En daardoor zagen Thomas en Sanne zagen wel hun scherm. Wat je ziet is dat zij natuurlijk wijzer worden van het feit dat ze weten dat ze op het goede pad zijn. Ja. Maar ja, zijn ze op het goede pad? Zijn ze wijzer geworden? Dat is maar zeer de vraag. Als de mol ertussen zit, die is daar niks wijzer mee geworden. Nee, precies. Die weet al precies hoe het zit. Ja, en wie denk jij nou van Sanne en Thomas? Dan neig ik toch naar Thomas. Want heel ik heb licht. Nog één ander dingetje gezien wat me opviel. Dat kwam heel kort voorbij zetten. Ik heb het niet geverifieerd, dus misschien heb ik het mis. Maar ongetwijfeld als het wel zo is, hebben jullie te lang gezien. Dat is dat moment dat Thomas ook op zoek is naar zo'n button. Tijdens die opdracht waarin ze de buttons moeten zoeken. Tijdens die opdracht waar ze de buttons moesten zoeken. Ja. En dat hij dus voorbij iemand liep. Oh ja, dat zag ik, Waar een button met geld. Ja. 750, wat was het, 750? 750 euro. Dollar was het dan. Ja, want het is ook niet zo van je rent er toevallig langs. Je checkt toch elke persoon. Iedereen ben je aan het scannen. Ja. Ja. Dat is wel heel raar. Ja. Laten we het in ieder geval nog even hier nog een keer bekijken. Ja. Dan kunnen jullie het ook zien. Borstharen gekeken. Nou, alles heb ik gekeken van de cowboys en de cowgirls. Shit. Maar ik kon er geen button vinden met geld erop. Kan ook toevallig zijn, want er gebeuren wel meer dingen in de heat of the moment. Ik weet nog uit ons jaar, bijvoorbeeld met de fietsopdracht. Ja. Taken nam toen het voortouw. Hè, mm-hmm. En de bedoeling was dat we enveloppen zouden vinden langs de route. Ja. Taken heeft als een malle gefietst naar het eind en die heeft die hele enveloppes nooit gezien. Ja. Dat was zo bizar raar, maar soms kan je dus... in een opdracht zo gefocust zijn op één ding, bijvoorbeeld aan het eind van een bepaald punt komen, dat je de rest gewoon mist. Dus dit zou heel goed, echt een klassiek en sterker nog, het zou ook een hint voor ons kunnen zijn van, hey, hebben jullie dit gezien? Ja, precies. Thomas loopt gewoon langs 750 euro en is van, net te laat met zijn bedrag doorgeven. Ja. Dat was hij toch? Sowieso Jochem, die had toen die 750 gevonden. Oh, dat is ook wel een bedrag. Ja, nou ja, weet je, Jochem, ik hou er echt over op, want anders word ik helemaal gek. Maar daar heb ik het al de vorige aflevering over gehad. Gedacht, hè? Ja, echt. Jongen. Ja. Volgende week Jochem te gast, mensen. Nee. Maar ja, ik weet het niet. Natuurlijk, zoals je zegt, het zou kunnen. Ja. Maar... Ik hou hem in gedachten. Ja? Ja. Okay. Ja, dit zijn voor mij wel hints dat ik denk van, ja... Ze willen wel echt iets duidelijk maken. Ja, had het ook niet toeval laten zien, hè? Ja, dat is waar. Ja. Ja, ze kiezen er wel voor. Dan komen we meteen bij hint nummer 2. En ja, als we het dan toch over dingen missen hebben, miste Jochem toevallig dat zijn grasmaaier aanstond. Ja, dat heb ik ook altijd. Dus ik stond gisteren ook nog hier te maaien. Ja. En ben ik gewoon een uur bezig geweest. Dacht ik, er staat hij aan. Nou ja. Ja, oké. Ik geef dank u. Ja, jongens, dat was het. Ik ga naar huis. Nee, kom terug. Want het was wel verdacht, maar... Als Jochem nou de mol zou zijn, dan had hij toch veel beter een iets ingewikkelder voorstel kunnen doen qua woord. Dat is toch veel interessanter. Want er staan gewoon allemaal mensen te kijken naar wat hij doet daar. Ja. Dus elke handeling kunnen ze zien. Dus zodra hij, weet ik veel, of een andere letter doet of een woord... Of echt iets heel geks doet. Mm-hmm. Ja, het komt er gelijk uit zijne dat hij dan de mol is. Ja. En dat hij in ieder geval heel erg heeft lopen mollen. Ja, mijn theorie erbij is nog steeds dat Jochem het heel prettig vindt dat hij verdacht wordt door anderen en dat hij ondertussen zijn eigen plan kan varen. En ik denk dat hij daar volop mee bezig is. Dus ja,
deze past inderdaad prima in de tunnel als je op Jochem zit. Ja, ja. Maar het is ook wel, en hoe die dan dat ook weer in de biecht dan uitvindt van ja, ja, toen ging het net. Ja, precies, ja, dat handje. Wacht, ja. We gaan er even naar kijken. En de eerste keer, oh, was ik alleen vergeten om de maaier naar beneden te zetten. Ja, te overgeten, ja. Hè? Wat nou nou? Ja, precies. Ja, ik denk dan van, ja, ik zou het in ieder geval niet durven of zo. Nee. Maar goed, weet je, er zijn misschien wel mollen die veel meer bravoure hebben nog dan dat ik had. Want ja, je bent toch vooral bezig met het niet ontdekt worden. Ja. En de speelsigheid waarmee hij elke keer mollenstreken uithaalt. Hè, mm-hmm. De vorige keer ook met die posters zoeken. Ja. Die er gewoon straal langs oploopt. Dat je echt denkt van, hé, hoe duidelijk kan het zijn? Hoewel ik daarbij dacht van, ja, maar dat zien de mensen daar niet. Nee, precies. Dat vind ik ook een groot punt. Dat is wel dat ik denk van, ja, wie maakt die daar dan wijzer mee? Nou ja, en aan het eind gebeurde daar natuurlijk ook iets geks. Maar goed, dat hoort allemaal bij de vorige aflevering. Over Jochem kunnen we een boek schrijven. Ja, nou, dat gaan we ook zeker doen. Maar toch denk ik dat hij niet de mol is. Maar dat vond ik eigenlijk wel een mooi iets wat je zei. En zo heb ik het eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Is dat je zei dat eigenlijk, in andere woorden, volgens mij, dat je als kandidaat ook met een veel geruster hart kan mollen dan een mol. Dat denk ik wel, ja. Ik denk want, dat een, ja. Die, ja, tenzij je zo lekker in je vel zit en dat je denkt, hè, dat Jochem denkt van, joh, kan mij het schelen. Ja, precies. Vanaf moment 1 wordt mijn strategie, ik klooi gewoon die hele boel bij elkaar. En zo dat mensen echt denken van, dat je ja, bent. Dit is hem niet. Ja. Dit is hem niet. En ondertussen kunnen heel veel hints die we elke keer in het programma tegenkomen ook vol op hem slaan. Ja, ja, dat is zeker waar. Maar ja, een mol wil toch het liefst een beetje undercover zijn. Toch? En daar is hij weer, dames en heren, de Wie is de Mol Reverse Psychology. Of niet? Ja. En dan komen we bij hint nummer 1. En dat gaat dan toch over die aanwijzingen waar je het over had, die hints die de regie eigenlijk geeft. Ja. En dat was namelijk dat ze op het plaatsje of het rodeopark, ik weet niet precies welke van de twee kwamen. Ja, die Helix heette. Helix. Dat is bijna een stoorzender in mijn hele verhaal. Diederik was mijn mol van het eerste moment. Toen ik gewoon de lijst zag, dan heb ik een soort van een beetje lopen strepen. Ja. Maar ja, je kent natuurlijk niet iedereen. Nee. Diederik ken ik dan wel. Ja, die ken je ook persoonlijk? Ja, die heb ik ook wel programma's mee gemaakt. Oh, oké. Okay. Dus, ik weet wel een beetje wat hij in huis heeft. Ja. Dacht ook in het begin van, ja, dit is wel Diederik Verdacht. Die, ja. Maar ja, weet je, Diederik staat nu ook gewoon heel erg aan en gaat volle bak om het zo goed mogelijk te doen. Ja. Dus hij is een beetje van mijn verdachte lijstje weggeslopen. Hoewel hij ook best veel dingen doet die heel verdacht zijn, als je er goed naar kijkt. Ja, zeker. En, nou, qua hint. Ja, ja, want even voor de duidelijkheid, we hebben het nu niet over de hint gehad, maar Helix is een onderdeel, het heeft in ieder geval met je DNA te maken. En ja, DNA, dat slaat natuurlijk op Diederik als wetenschapper zijnde, maar er is natuurlijk nog iets waar het op kan slaan en dat is namelijk tweelingen. Want tweelingen hebben hetzelfde DNA, tenminste dat is mogelijk. Ja. En tweelingen, je hebt Thomas, de betekenis van zijn naam is natuurlijk tweeling, en je hebt natuurlijk onze grote vriend Jochem, wiens sterrenbeeld een tweeling is. Ja. Ik denk dat dat toch wel de twee voornamelijke zijn met tweeling. Tweeling, ja, ja, ja. Chris Segers had uitgezocht in Mol Talk dat het sterrenbeeld nog nooit gebruikt is als hint in de geschiedenis van Wie is de Mol. Ja. Nou, dat kan dus twee dingen betekenen. Of, nou, dit is dit jaar ook niet het geval. Of, dit jaar voor het eerst wel. Dus eigenlijk heb je daar niet zoveel aan. Nee, maar even, hoe mooi zou dat zijn als Chris, want hij weet niet wie de mol is, hè? Chris Hij weet niet wie de mol is, maar goed om te weten, dat weten ze echt niet daar. Maar hoe mooi is het dan dat jij in de eerste 1 à 2 minuten van Mol Talk meteen gewoon de kern hint Hij begon toen met een teaser van, ik heb een hele goede theorie. Ja, precies. En die aan het eind van de uitzending volledig moest ontkrachten, omdat de sterrenbeelden nog nooit een rol van betekenis hebben gespeeld. Goed, het zou kunnen. Maar omdat er meer tweelingen waren ook, en de programmamakers natuurlijk niet weten wie er tot aan het eind in het programma zitten, lijkt me dat ook wel vervelend als je een hint geeft als tweeling sterrenbeeld. En vervolgens heb je iemand die de finale haalt die ook tweeling als sterrenbeeld is. Stel dat Jeroen het einde had gehaald. Ja. Dan krijg je toch weer van, ja, en hoe moeten we dan met die hints, en hadden we het dan kunnen weten? Ja, precies. Ja, dan is Thomas toch wel net een beetje sterker dan. ja, ik vind het inderdaad wel een sterke. Ja. Maar het slaat ook gewoon compleet op de tweeën theorie. En ik kan nu allemaal plaatjes laten zien wat er in deze aflevering qua tweeën was, maar ik zal het jullie besparen. De tweeën is gewoon een ding, daar kunnen we over uitgaan. Ja. Maar dat zegt verder nog helemaal niks. Nee. Maar laten we dan nu even alles afronden. We hebben de grootste hints besproken.
Ja, ik hoef het eigenlijk niet te vragen, maar wie is jouw mol? Ik zit op Thomas. Ja? Ja. Ik heb deze afgelopen uitzending ook in de poll alles op hem gezet. Oké. Okay. Ja, het is goed gegaan, maar ja, er ging niemand uit. Dus ja, ja. Daar had ik op zich niet zo heel erg veel aan. Maar nog altijd spelen er wel weer andere, zoals Jochem die dan... ja, het zal toch niet dat ik gewoon daar vol in ga trappen. En dat die voor mijn neus gewoon echt heerlijk geld uit de pot aan het spelen is. Want dat doet hij echt. Heel veel. Ja, doet hij echt heel veel. Nou ja, deze uitzending dan net even iets minder. Maar ja. Over het algemeen zie je toch dat Jochem, laten we zeggen, geld niet als zijn prioriteit nummer 1 op zijn lijst heeft staan. Nee. Of dat Sanne om de hoek komt en dat ze ons met haar onhandigheid en angst en dan toch weer elke keer de angst overwinnen ons verrast. Maar uiteindelijk, als ik gewoon zeg maar even mijn onderbuik volg, dan denk ik van nee, dan. Ik heb het nu gezegd, ik ben in de film. Dit staat op het internet, jongens, nu is het wel waar. Oké, ja, ik denk, ik moet zeggen, sinds we hebben natuurlijk hiervoor even contact gehad om af te spreken wanneer we zouden meeten en zo. Toen hadden we al gebeld en zeiden ze, nou Thomas dit, Thomas dat. Toen zei ik van, nou Klaas, ik ga gewoon echt goed opletten deze aflevering. En ik denk dat jij mij hebt laten switchen van mol. Echt waar? Ja, want ik had Jochem in het begin... Ik dacht van, nou, het kan niet. Het kan niet, maar het zou kunnen. Ja. Maar als je heel goed op Thomas let... En je gaat echt met een vergrootglas met een tunnel van hier tot Tokio... Ga je naar Thomas kijken, dan vallen wel heel veel dingen op. Nou wil ik je niet gelijk weer helemaal in verwarring brengen... Maar doordat wij daarover gepraat hebben... Ben ik weer naar Jochem gaan kijken. En dacht ik wel van, ja, Jochem... Oh. Maar Thomas blijft één, maar ja, ja... Thomas of Jochem, ik denk dat we dat wel met... Voor mijn gevoel met 90% zekerheid kunnen zeggen. Nou, dat is wel heel veel. Ja, dat is wel heel veel. Ik weet het niet. Ik weet wel één ding wat we met 100% zekerheid kunnen zeggen. Wat is Wie is de Mol te gek programma. Ja, fantastisch. En ik vond het ook echt super leuk dat je erbij was. Super bedankt dat je langskwam om jouw theorieën te delen. Heel graag gedaan. Want jij hebt op je eigen kanaal, ben je ook bezig met Wie is de Mol, toch? Ja, wat ik ga doen is een terugblik maken naar vorig jaar. Ik merkte dat ik had een fotootje gepost een paar weken geleden op Instagram. Ja. Van het vorige seizoen. Wij krijgen dan een hele DVD-box met alles erop en eraan als herinnering. Ja, cool. En toen de eerste aflevering kwam, dacht ik, oh, lach eens even terugkijken. Dat had ik eigenlijk helemaal nog niet gedaan. Er zaten hele foto's tussen die eigenlijk nog nooit gepubliceerd zijn. Dus ik maak een aflevering met de 6 foto's van Wie is de Mol 2016. Oh, wat vet. Dus die kan je dan op mijn kanaal bekijken. Klaasmans op YouTube. Yes, nou het linkje staat gewoon in de beschrijving, dus zeker even checken. Ik ben heel benieuwd, ik ga zelf ook kijken. Oh. No pressure, no pressure. Ja, gewoon leuk terugblikken, want het is gewoon een hele leuke tijd geweest. Ik heb zo ontzettend genoten van het mee mogen spelen aan Wie is de Mol. En ik moet zeggen dat ik nu ook weer onwijs geniet van de serie. Het is zo mooi gemaakt, er zit zoveel liefde in. En het is gewoon oprecht heel erg spannend. Dus complimenten aan de makers van de Mol en lekker terugblikken naar vorig jaar. Ja, fantastisch. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te knallen en te abonneren. Check Klaas zijn kanaal even in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week gewoon weer met nieuwe hints die slaan op Jochem. Of Thomas. Of Thomas. We zien het wel. Tot volgende week, jongens. Hoi. Ciao.